Hallo, ik ben Joran en vandaag mag ik deze gloednieuwe steelstofzuiger van Dyson uittesten. De Dyson V15 is Detect Submarine. Geen nieuwe knop of verbeterde batterijduur, maar een gloednieuw accessoire. Here we go! Dyson staat bekend om zijn constante innovatie. En ook dit jaar hebben ze met de nieuwe V15 Submarine een interessant model op de markt gelanceerd. Vanaf nu kan je bij Dyson terecht voor een steelstofzuiger met een dweilopzetstuk, waarmee je dus een beetje een alles-in-één toestel krijgt dat zowel kan stofzuigen als dweilen. Het is eerst en vooral belangrijk om goed te weten dat het opzetstuk is afgesloten, waardoor je niet stofzuigt en tegelijk dweilt. Het dweilen doe je dus nadat je hebt gestofzuigd. Maar hoe werkt het dweil precies? We vullen eerst het reservoir met 300 ml water, waarmee je tot ongeveer 110 vierkante meter mee rond kan dweilen. Het vuile water zal zich in een aparte reservoir vullen die je achteraf makkelijk kan ledigen. Heb je dus echt een groot huis, dan zal je tussendoor wellicht het vuile water moeten verwijderen en proper water moeten toevoegen. Ik raad je ook zeker aan om het opzetstuk zeker na elke dweilbeurt te reinigen en vooral goed te laten drogen voor een goede werking. De dweil is heel comfortabel om te gebruiken en dankzij zijn klein formaat kan je het dus ook onder bepaalde meubels krijgen. Nogmaals, het is niet de bedoeling om met dit opzetstuk vuil van de vloer te halen, aangezien deze allemaal kunnen vastzitten in de dweil. De V15 Submarine is in eerste instantie natuurlijk ook het high-end model binnen het gamma van Dyson steelstofzuigers. De V15 is minder compact en wat zwaarder dan de andere modellen, maar is met zijn groot stofreservoir dan weer geschikt voor grote huishoudens waarbij het stofreservoir niet continu moet ledigen. De Dyson V15 Submarine wordt natuurlijk ook geleverd met de opzetstukken die je mag verwachten bij deze high-end stofzuigers van Dyson. Zo hebben we hier de typische laservloerzuigmond waarmee je elk stofdeeltje nog beter kan zien. De batterij van de Dyson V15 Submarine is uitklikbaar en kan gemakkelijk vervangen worden. Met een theoretische batterijduur tot 1 uur kan je makkelijk het hele huis schoonmaken zonder te hoeven opladen. In de praktijk heb ik de stofzuiger vooral op de autostand gebruikt en kon ik ongeveer 45 minuten aan de slag gaan. De accuduur is natuurlijk ook sterk afhankelijk van hoe vuil je oppervlaktes zijn. In een normaal huis kan je met één accu dus makkelijk één keer grondig stofzuigen en dweilen. Met de Dyson V15S Detect Submarine brengt Dyson toch een zeer interessant product op de markt dat in veel huishoudens zal passen. Persoonlijk vind ik het een mooie toevoeging voor een proper huis, al vind ik het wel wat jammer dat je de dweil niet met andere Dyson stofzuigers kan gebruiken. Wil je nog meer informatie over de Dyson Submarine? Surf dan snel naar krevel.be en bestel jouw model vandaag nog. Wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwe producten? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!